ijs-challenge doen. En we gaan allemaal verschillende ijsjes eten. En sommige eten we niet. En dus die gaan we ook proeven. Dus ik weet ze nu al zeker dat het leuk gaat worden. Hi jongens. Hi. Wij gaan vandaag een ijs vs snoep challenge doen. Dat houdt in dat jullie sowieso dadelijk allebei de kans krijgen om te kiezen of jullie de... Borden willen ruilen. Ja. En degene die onder zijn bordje ijs heeft, Jayant. Degene die onder zijn bordje dus ijs heeft, die heeft dan gewonnen. En jullie gaan het even uitproberen. Wacht, Jayant. Jij mag vandaag kiezen. Wil jij je bordje ruilen of niet? Niet. Nou, dan is het ronde 1. Doe jullie bordje maar omhoog. En wie heeft gewonnen? Rajen heeft 1 punt. Rajen lust waarschijnlijk geen Oreo-ijs. En Jayant, die lust geen Oreo-koek en geen Oreo-ijs. Dus jullie gaan nu proberen. Lekker! Lekker! Ja? Geef me eens even een koekje. Niet op jouw bord. Ga maar even een bordje halen. Mag ik je eten? Mag ik? Maar deze is voor mij. Die heb ik gegeten hoor. Ik maak het ook. Ik maak het hier, ook. Ik heb een stukje gebroken. Ik heb het mis. Wat en Raja, is het lekker, ijsje lekker of niet? Je mag hem opeten. Even kijken. Razin is aan de beurt. Razin mag kiezen. Wil jij het houden of wil jij het ruilen? We zijn bij ronde 2. Niet ruilen. Niet ruilen. Oké, dan mag je het open doen. En wat hebben jullie? Smarties snoep en Smarties ijs. Dat betekent dat Razin nog een punt heeft. Gaan we lekker proeven even. Lekker? Dan rijdt hij misschien wel Jane te hapje van de achterkant. Nee. Nee. Lekker! Ja. Lekker vind ik. Ja, ik vind het lekker juist. Ik vind deze lekker. Ik vind deze lekker. Ja, die lekker schat. Oeh, cool. Jayant, wil jij je bordje houden of ruilen? Ja, houden, oké. Wat heb je, Jay? KitKat-ijs. KitKat-ijs, die heb je nog nooit gegeten, hè? Jij ook niet, Raja? Nee, maar kun je dit openmaken? Hoe ziet het eruit, Jay? Nou, ik ben benieuwd. Neem een hap, zou ik zeggen. Ik durf het niet. Wel, ik durf het wel. Durft hij het wel? Nee, ik durf het niet. Durf je het wel, Annika? Ik weet het wel. Lekker een KitKat, Raja. Nee, die mag niet bij mij gooien. Ik eet het wel. Ik heb het. Vind je niet zo lekker? Ja, maar jij hebt alleen maar een hap gegeven. Niet echt geproefd. Dus neem even nog een hapje. Ja. Ik vond hem ook niet heel lekker. En ik ook niet. Hij is weer een hapje proeven, maar zei het. Maar hij gaat het ook proeven. Jongens, we zijn bij ronde 4 aangekomen. En Raja mag kiezen of hij het gaat houden of niet. Ruilen. Goed dicht houden, jongens. 3, 2, 1, ik heb de geen idee. Dus dat maar. Oké. Wat heb je, Jay? Een kinderijsje. Is dit een ijsje? Ja, dat is een ijsje. Die hebben we nog nooit gegeten. En Rajan heeft maar het is een lange stok. Kinderchocola. Wat dan maar, het is een stok. Maar ja. Dat is
Maar het is van hetzelfde chocola wat Radin heeft. Dat is daar van een ijsje gemaakt. Het staat gelijk! 3, 2, 1. Ik ben heel benieuwd of die smaakt net als het chocolaatje. Ja, heb jij deze ook al geproefd? Ja, toen we in Euro Disney waren. En ik ook. Toen had ik hem voor het eerst gezien en voor het eerst gegeten. Maar het was op zich wel lekker. Lekker? Kan ja? Kan wel. Ja. Oké. Okay. Nog een happy, Jay. Lekker de onderkant. Dan de ja, de onderkant. Proef de onderkant. Maar, en we hebben nu chocola weer gegeten. Ik lust deze al. Ja, die is lekker, hè? Ik zal dat in de eikast. En toch niet? Koud! Ja. Ja. Nee, deze stel, is plat. Deze kan je in één keer zo plat drukken. Ja, omdat het nee, is. Het was een soft ijsachtig. Dat is heel goed, ik wil. Op! Kijk dan. Dank je. Kijk hoe snel het gaat. Nou, zul jij een stukje proeven van dat ijsje? Nee. Nee? Wil je niet proeven? Nee. Dit is ronde 5. En even, laat me goed even denken. Jayen mag nu raden, toch? Ja. Nee, ik ga ruilen. Nou, ruilen. 3, 2, 1, go. En wat hebben jullie? Wie heeft het ijsje? Jayen deed het ijsje. Nee, maar... Maar ik vind deze heel lekker zonder, zonder ijsje. Ja. Dat heb ik nog met geen. Nou, ga maar even proeven. Het is super lekker. Dat vind ik niet. Heb je al een goede hap genomen dan? Kijk, ja, maar ik heb een goede hap genomen. Nee, geen goede hap, Jay. Ik heb een goede hap genomen. Eten, Radje. Die lust jij wel, toch? Breek de helft van Jay tegen jou. Dan raad je het ijsje proeven misschien van jou. Dan de andere kant, deze kant. Nee. Het is wel echt lekker hoor. Oké. Zo jongens, de laatste ronde. Terwijl Nissy even met slijm speelt, zijn jullie bezig met de laatste ronde. Ik weet even niet meer wie er heeft geruild net. Ik heb even snel teruggekeken. Jij mag raden. Dat houdt in. Wil jij je bord houden of ruilen? Ruilen. Ruilen. Nou, ruilen dan. Ronde 6. En ik wil deze kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Goed geruild, Radin. Dit is het ijsje. Maar ik wist dat dit ijsje. Mama. Hij heeft het ijsje. Mars-ijsje. Zo, Razen, ga je je Mars-ijsje proberen? Neem eens een happy. Ja. Ik ben blij. Mama. Het is... Hier. Stukje. Nou, neem een happy. Nee, ik wil niet. Ijsje is nog lekkerder dan. Mama, jij kan een stukje kabinen. Lekker, hè? Je mag hem blijven kwamen. En, is het lekker of niet? Je mag hem opeten, hoor. En mag hem ook. Het is zoet, hè? En is het bij jouw man toe, meneer? Mama? Met Sky. Mama? De stand is dat jullie gelijk staan. 3-3. En wat houdt dat in, jongens? Dat we iets samen mogen doen. Ja, en wat willen jullie graag samen doen? Fortnite. Nee, we gaan nog geen filmpjes van Fortnite maken. Dat heb ik al gezegd. Maar goed, jullie hebben samen gewonnen. Dus dat betekent dat jullie samen mogen kiezen. Fortnite. Een half uurtje dan. Oké, dus 30 minutes. Ja. Oké, jongens? Oké. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like en abonneer eens op ons kanaal. Tot de volgende keer. Bye bye. Oh, bye.
Oké, deze jongens zijn echt gek. Kunnen jullie nog even dag zeggen nog een keer?